Hoe lang denk jij dat wij mee bezig zijn geweest? Hey en hele goede dag allemaal. Het is goed en tof dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video van boompjekappen.nl. Vooral uw takkenwerk. Vandaag ga ik de vanglijn vervangen. Ik heb als vraag: wat voor lijn gebruik je nou? Ik heb hem hier op een haspel. Daar zijn natuurlijk voor- en nadelen van. Even laten zien wat voor lijn dit eigenlijk is. Het is een 3-strengs nylon touw met hier een 8-knoop en een haak eraan. Deze lijn heb ik ooit gekocht als 60 meter en ik denk dat er inmiddels nog iets van 30 à 40 meter van over is. Je raakt hem wel eens, zoals je hier ziet bijvoorbeeld. Ja, je raakt wel eens met de kettingzaag of met de handzaag of er gebeurt wat anders op de grond. Kun je nog wel gebruiken, maar dan levert hij natuurlijk wel heel veel sterkte in. Dus ik ga hem vandaag vervangen met deze. Zelfde 14 mm 3-strengs nylon touw. Ik denk een toepasselijke kleur. Als er wat misgaat, dan vlekt dat niet zo. Nou ja, laten we daar in ieder geval niet van uitgaan. Wat ik eerst met jullie wil bespreken is de haspel. Ik heb heel veel mensen die proberen uit te leggen op welke manier je een touw, 30, 40, 50, 60, 80, 100 meter klimlijn, hoe je dat nou netjes oprolt en opbergt en verder kan gebruiken. Opslaan en weer netjes eruit kan halen. Maar ik doe het dus op een haspel. En de voordelen daarvan zijn is dat als ik nu gewoon de boom in ga, hang ik deze van aan mijn klimgordel. En iedere keer als ik een stapje omhoog doe, dan rolt hij gewoon een klein stukje af. En hoe hoger ik ga, hoe verder die afrolt. Kleine bomen rolt hij een klein beetje af, grote bomen rolt hij ver af. En als je klaar bent, gooi je touw naar beneden. En dan rol je hem gewoon netjes op. Ik zal het straks ook laten zien. En is het keurig weer klaar voor gebruik. Het enige nadeel is, als het bij nat weer, zoals de vocht op de grond ligt, het heeft geregend of het is aan het regenen en de lijn wordt nat. En je gaat hem op deze manier oprollen, dan komt er bijna geen lucht bij. Nou, eigenlijk gewoon niet. Komt er geen lucht bij om het te drogen en dan krijg je schimmel en dat soort dingen erin. Dat is natuurlijk niet wat je wil. Dus als het nat is, dan hang ik hem helemaal uit zodat hij compleet droog is en dan ga ik pas op de haspel doen. Dat is een nadeel, maar verder zie ik er alleen maar voordelen van. Deze haspel is geen stroomhaspel. Dit is, hier heeft een duikkabel in gezeten aan de zijkant. Het is wel handig dat hier ook een draaiknop aan zit om de haspel vast te zetten. Nu zit hij vast en als ik hem hier losdraai, kan hij heel soepel bewegen. Dus als ik hem opsla in de bus of waar dan ook, dan zet ik hem vast. Ga ik onderaan de boom, dan zet ik hem los. En dan volgt hij gewoon netjes. Ja, hoe verder je gaat, hoe meer hij afrolt. Ik heb deze haspel gewoon een keertje via Marktplaats ergens opgehaald voor een klein prijsje. Als je dit soort dingen zoekt, zoek dan wel op een echt een beetje flinke haspel. Als je nou zo'n stroomhaspel hebt of iets dergelijks en daar de stroomdraad afhaalt, ja, daar kun je niet heel veel lijn op kwijt. Nu is dit denk ik ongeveer een meter of 40 wat hier nog op zit. En de nieuwe lijn, misschien 30 meter, maar de nieuwe lijn is 50 meter, dus dat is ietsje langer. Is wel minder gerafeld, dus neemt misschien iets minder ruimte in. Dus het is de vraag of die erop past, maar daar ga ik nu even mijn best voor doen. Ik ga deze eerst afhalen en daarna de andere lijn erop zetten. Het eerste wat ik doe is even de haak eraf halen, want die wordt gewoon hergebruikt. En nu rollen we hem gewoon helemaal af. Kijken of ik nog schades tegenkom. Dit is natuurlijk gewoon nog een hele prima lijn om voor allerlei toepassingen te gebruiken. Kijk, hier zie je ook een schade, zo'n keertje gebeurd. Je snapt wel dat de breuksterkte hier iets hoger is dan hier. En een lijn of een ketting of wat dan ook is altijd zo sterk als de zwakste schakel. Dus deze hele lijn gebruiken is dit het punt waar die op gaat breken. Zo. Dat was deze lijn. De lijn die hier nu ligt ga ik natuurlijk niet weggooien. Maar ik ga even kijken of ik hem zelf nog ergens voor kan gebruiken en anders geef ik die weer weg. Er heeft hier dus een communicatiedraad op gezeten en hier was de ingang daarvan. Dus wat ik ga doen is hier een nieuwe lijn instoppen. Dat hoeft niet vastgeschroefd te worden aan die binnenkant als het maar een beetje weer ingedraaid is. Zo. En nu ga ik... Ik zal even het doosje op de grond zetten, dan kan hij daar gewoon uit voeren. Dan ga ik hem netjes proberen op te rollen hier.
Voorlopig gaat het best wel soepel. Oh. Zo. Oh. Blijf maar komen. Nogmaals, het gaat best wel soepel zo. Die draaien we even terug. Zo. Ik hoop wel dat het bijna klaar is, want veel meer gaat er niet op passen, denk ik. Juist, kijk. En dat is het einde. Dat komt helemaal goed uit. Wat ik nu ga doen is hier aan het einde een achtknoop leggen. De enkele achtknoop gaat als volgt. Je houdt hem in je linkerhand. Gaat de rechts eroverheen. Dan pak hem aan deze kant weer en dan steek hem aan de bovenkant er doorheen. Nu zie je ook gelijk waarom dit een achtknoop heet. Dus het lijkt op een acht. Voor een dubbele achtknoop, en die gaan we hierbij gebruiken, heb je hier veel meer lijn nodig zodat je hem helemaal weer terug kan volgen. En wat je ook kan doen is een dubbellijns achtknoop maken. Dat is natuurlijk veel sneller. Dus dat gaan we nu even doen. Zo, ik heb nu meer lijn gepakt. Als je hem nu dubbellijns pakt, eroverheen. Dan deze kant er weer doorheen. Dan heb je hem direct. Dan heb je hier de haak eraan. Zo. En deze zal zich helemaal klein trekken. En strak. Die manier is gedaan. Dit is de achtknoop. Ik ga hem nu even eruit halen. En op een andere manier, zodat je ook weet dat als je geen haak hebt bijvoorbeeld waar je hem omheen kan doen, dat je hem ook even de weg terug kan volgen. Dat ga ik je nu even laten zien. Wat ik meestal doe, ik pak iets meer dan een lengte, armlengte afstand. Dus een klein beetje erbij. Overheen en erdoor. En nu kun je aan vastmaken waar je maar wil. Kijk, deze is natuurlijk een opening. Maar als je deze geen opening hebt, dan doe je dat dus hier doorheen. En nu volg je het touw op exact dezelfde wijze weer terug. Dus je gaat deze lijn volgen, hier onderdoor, zo. En dan kom je aan deze kant weer uit. Zo. Dus ik nu netjes alles terugvolg. Dan komt hij hier overheen. En dan gaat hij hier tussendoor. Zo. En nu heb je een dubbele acht. Alle afzonderlijk even flink aantrekken. Zo. En op deze manier is die goed bevestigd. Nu ga ik hem verder netjes oprollen. En nu kom ik aan de achterkant. Goed laten zien. Doe ik hem hier vastklikken aan het hengsel. Zet ik hem goed strak. Dan draai ik hem hier vast. Zo. En zo is die goed opgeslagen worden. Het is goed te weten dat de breuksterkte van dit touw is ongeveer 30 kilonewton, ongeveer 3000 kilo. Het is dus 50 meter lang en het weegt ongeveer 10 kilo. Nu kun jij voor afvangen natuurlijk een speciale afvanglijn gebruiken. Ik heb net even gekeken een beetje op internet wat er te koop is. Maar voor een lijn van 50 meter betaal je al gauw €300. Ik zag zelfs een lijn van 19 millimeter met een breuksterkte van bijna 100 kN, dus bijna 10.000 kilo. Ja. Ik vind dat overdreven, maar als jij werkzaamheden hebt waar je dat nodig hebt en echt moet gebruiken, dan moet je zoiets kopen. Maar zoals je weet, ik zeg altijd klim hoog, zaag klein. En als je gaat afvangen, zorg er dan ook voor dat je een flinke marge houdt, zeg maar. En ook weet van ik zou niet weten waarom je 1000 kilo naar beneden wil sturen, maar goed. Maar stel je voor dat je een stam van 1000 kilo gaat afvangen, dan zou dat met dit wel kunnen. Maar let op de shockload. Dus dit is de breuksterkte. Dus dat betekent dat als je gewoon in rust een gewicht aanhangt van 3000 kilo, kan dat nog. En er zal vast wel een marge in zitten. Maar denk nou niet dat je iets van 1000 kilo van 10 meter hoog naar beneden kan laten vallen. Ineens met een shockload op kunt vangen. Want dan zal die zeker breken. Maar ik werk prima met deze lijn. Dus
dit is mijn nieuwe vanglijn. Natuurlijk kun je deze lijn voor nog veel meer toepassingen gebruiken, zoals het omhoog halen van kettingzagen of andere spulletjes. En ook een boom omtrekken of iets dergelijks. We staan hier nog even bij ons op het dorp, bij deze prachtige rode beuk waar we hiernaast natuurlijk zijn broertje hebben gekapt een paar maanden terug met kerst. En toen had ik ook gevraagd, hè, ja, hoe lang denk jij dat wij hiermee bezig zijn geweest? En de meesten hebben gegokt, zijn we tussen de 5 en de 8 uur. En ik zou zeggen, vooraf gezien, voor deze klus is dat een hele aannemelijke, ja, heel aannemelijk. Het enige verschil is wel dat de plek waar de boom stond, ja, echt super was. Dus we konden daar aan de zijkant parkeren, hier het hout, ging allemaal super. Hey, goeiedag jongen. Dat is een oud leerling van me. Dat is tof, hè? Dat is hovenier geworden. Hartstikke leuk. Maar we waren hier uiteindelijk om 9 uur begonnen. En ik moest nog, het was met kerst, hè, dus we moesten nog naar familie toe om lekker te dineren. Dat hebben we ook fantastisch gedaan. Maar we moesten uiterlijk moest ik 1:30 stoppen. Naar huis, omkleden, douchen en dergelijke. En we waren uiteindelijk 1:55 waren we klaar. We waren hier om 9 uur, 9:15 begonnen. Dus dat betekent dat we eigenlijk 4 uur en 10 minuten bezig zijn geweest met deze klus. Dus dat is het antwoord, 4 uur en ongeveer 10 minuten. En die 4 uur en 10 minuten, dat is dan... Blauw kenteken, tuurlijk. Die 4 uur en 10 minuten, dat is dan, hè, vanaf begin tot eind. Dus vanaf begin dat we inklommen, totdat we wegreden. Dus inclusief alles, alle stamhout afblokken en op maat zagen en al het opruimen. Want dat was ook nog een aardig werkje. 4 uur en 10 minuten. Zo, ik heb het oude touw even aangepast. Ik heb de slechte delen eruit geknipt. Zodat hier eigenlijk nog een hele soepele, mooie lijn overblijft. Er is nog 20 meter van over, van die 60 meter wat het oorspronkelijk was. Dit is een normale manier om een touw op te rollen. Deze lijn, en deze heeft het ook ooit gewogen, maar deze weegt gewoon 10 kilo. Dat betekent als je deze met die lussen er allemaal op je arm vasthoudt en de ene lus naar de andere lus erbij legt. Ten eerste is je hand bijna te klein. Maar je hebt ook een steeds groter gewicht in je handen. En met deze, dus als je hem gewoon oprolt, sta je gewoon rustig bij de klus. Alle touw wat je van boven naar beneden laat vallen of langzaam terug laat lopen, dat ligt allemaal op elkaar. En kun je dus ook, ligt niet door de war of zo. Dus kun je makkelijk hier pop, 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 pop. Hoe? Pop, pop, pop. Gewoon heel soepeltjes oprollen. En dat is voor mij echt het allergrootste pluspunt van deze manier van het touw meenemen. Goed, ik hoop dat deze lijn mij de komende jaren weer veel dienst gaat bewijzen. En ik hoop dat jullie hem ook veel teruggezien in de video's. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor vandaag voor het kijken. En hoop jullie hem volgende keer weer te zien. Tot ziens!